Dick, je wist dat Capelle niet het beste veld van de topklasse heeft. Je wist ook dat je wellicht tegen een verdediger de muur aan ging lopen. Je wisselt aanvallend en toch sta je met lege handen. Hoe frustrerend is dat? Nou ja, natuurlijk is het frustrerend. Uiteindelijk is het eigenlijk frustrerend dat je verliest. Dat je niet hier een punt aan overhoudt. Omdat we hebben natuurlijk de hele wedstrijd geprobeerd om een goal te maken. De omstandigheden weten we allemaal. Ik denk dat de spelers soms misschien wel te onrustig en te veel risico's inlegden. Om het spel snel van de ene kant naar de andere kant te verleggen. Maar goed, dat zit nu eenmaal ook in onze ploeg. En vandaag hadden we daarin wat moeite met het veld. Maar goed, dat wisten we ook natuurlijk van tevoren als we even terugkomen in het begin. En dat was gewoon jammer. We hebben er niet het optimale uit kunnen halen. We hebben het wel geprobeerd. We kregen nog wel een kans met Olsson, denk ik, waar Kevin Sterling goed deed. En uiteindelijk is het jammer dat het Oma moet overkomen. Ik denk dat hij een taxatiefout maakt als ik terug zal kijken en zal zien. En dat de bal erin vliegt. Je hebt het over Omar Hamdi, daar liep je net mee het veld al. Wat heb je tegen hem gezegd? Ja, dat... Wat zeg je dan tegen zo'n jongen als coach? Ja, dat we niks aan kunnen veranderen. Ik bedoel dat hij wel in zak en as kan zitten. Maar ja, dat heeft ook geen nut om 2 weken in zak en as te zitten. Ja, hier word je grote meneer van. En niet alleen hij, maar ook het team. 2 keer verliezen. Nu moet je laten zien hoe je de laatste 6 wedstrijden ingaat. En de eerstvolgende wedstrijd is daarin weer het belangrijkste. Het zijn eigenlijk allemaal clichés. Want die dingen zeg ik altijd, of we nou winnen of verliezen. Uiteindelijk moet je altijd hetzelfde doen. Altijd hetzelfde trainen, hetzelfde brengen. En daar ben ik ook niet bang voor. Ik heb vandaag een team gezien wat probeerde een goal te maken tegen een tegenstander die gewoon heel ver inzakt en het moeilijk maakt. En we hebben het geprobeerd. We hebben ook met de omstandigheden geprobeerd. Het is ons niet gelukt. Tot slot, het creëren van in mijn beleving te weinig kansen van jouw ploeg. Lag het aan jouw ploeg of is het ook een beetje te verdiensten van Capelle? Ja, ik denk dat Capelle de ruimtes goed klein houdt. Ze nemen geen enkel risico. Als een bal voor hun voeten komt, schieten ze hem weg of uit. Ik denk dat wij in de eindfase gewoon niet de creativiteit hadden om daar een keer individueel een kans of een doelpunt te kunnen maken. Uiteindelijk hebben we denk ik wel een keer of 5-6 geschoten op goal. Maar allemaal slapjes in de handen van de keeper. Dat had dan nog beter gekund. Als je wel 5 of 6 keer op goal kan schieten, betekent dat je wel in een redelijk tot goede positie bent. Dat zat er dus niet in. Fijne paasdag. Ja, dankjewel. Jij ook.